Deze nieuwsuitzending, die gaat over dienstplicht voor meiden en Coca-Cola en popcornverbod in de bioscopen. En ik denk dat ik liever deze nieuwsuitzending had gedaan op een vrijdagmiddag nadat ik vanmorgen gewerkt heb... En ik een fles vodka heb gekocht. Gisteren in Duitsland voor jawel iets minder dan 5 euro. Het is vandaag vrij mi bo. En het nieuws wordt met de dag idioter. Ik ben niet boos of zo. Ik ben een vliegtuig. En waar zullen we mee beginnen? Dienstplicht voor mij. En hoe moet je eraan beginnen? Kijk, als je vaker naar mij geluisterd hebt, dan weet je dat ik Socrates een eikel vind. De Socrates was een, een flap. Ik ben ook een flapdrol. Oké, okay. en ik heb dingen opgeschreven. Zelf. Ja. Onder deze uitzending kan jij zien staan. Een criminele vrouw en de tranen van haar dochter. Overigens uh, hoort daar eigenlijk te staan hun dochter. Maar dat mocht niet van de uitgever. Dat was uh, syntactisch niet correct. Nee, het was syntactisch niet correct, maar nu is het syntactisch correct en semantisch incorrect. Want ik gedraag me niet alsof het haar dochter is. Ik gedraag me alsof het mijn dochter is. En ook, natuurlijk, ik was erbij. Ik was echt bij toen dat mormel. er die pagina Snap je? Kijk, ik heb dingen opgeschreven. Socrates niet. Socrates was een slapjanus. een flapdrol. En hij zat een beetje te zeuren over. Uh, uh, iedereen weet eigenlijk alles al. Socrates was zo'n. Als je tegen he, hem zei: Dit is, dan zei hij gelijk. Nou, en, ik, ik betwist. Doe de twist. Dat heet een Socratisch gesprek. Je trekt elk aspect van je tegenstander semantisch in twijfel. En dan blijf je maar doorhouden horen over de vraag: wat bedoel je eigenlijk? Alsof geen andere mens wat kan zeggen. Dat is Socrates. meer niets. Me niet. En wat ik een goed verhaal vond van Socrates was. dat in die dagen. was hij weer eens mot met Perzië. En toen werden de kerels die konden strijden. die werden opgeroepen. En toen moest Socrates ook mee. Ja. En wat gaan we dan doen? Ja, we gaan die persen op de, de. Je moest eens weten wat die persen hebben gedaan. In Griekenland. Dat was niet aardig. Nou, en dan moest je terugpakken. En dan gaan we doen. En hoe doe je dat? Nou, wham, bam, thank you, ma'am. Ze hebben die leider van Persie de neus afgesneden. En dan mag je nog nadenken of ze zijn pik eraan hebben laten hangen. En in leven gelaten, hoor. Niet afgeslacht. nee, ben jij maf. Gewoon zijn neus eraf, vastgebonden aan een paal. ...langs de weg laten staan. Want van die gozer hebben, we voorlopig, hebben wij voorlopig geen last meer... ...want wij zijn de Grieken. Kijk, dat is oorlog voeren. Dat is erheen stampen, afmaken en oprotten. In de tijden van Mozes was er geen dienstplicht. Met het gezeik van die Midianieten... ...zijn Mozes... ...nou, God heeft door mij gesproken... ...en zegt afmaken die handel... Dienstplicht? Nee, natuurlijk niet. Ik kan er helemaal gek van worden. Als er, als er een probleem is, iedereen die kan knokken. Hoppakee, uh, in de auto, uh, alles vorderen. De, ja, we hebben geen gezonde meter. We gooien all in. En we rammen die boel eruit, of we gaan naar buiten en we rammen die boel uh, tot fijnstampgebeurens. gebeurens. Dat is oorlog voeren. En zoals Mozes zei, maar ja, je moet het wel afmaken. Eh? En die Joden, die, uh, nou, dat gaat dan door voor het volk Gods of zo. Maar die hadden weer een stout gedaan en die hadden het niet afgemaakt. Dat is dom. Kijk, dat is oorlog voeren. Zoals Mozes dat bedoelde. Dat is oorlog. Dat is ook geen genade, geen gezeik, geen training. Ben je maf. Laf maken die handel. Toch? Dat is oorlog voeren. En dan hebben ze hier in Nederland. Dan, nou, als er nou eens uh, iedereen van, uh, van 18 jaar, de mannen. En die moeten allemaal uh, spelletjes gaan doen in bossen. En dan uh, moet heel gedisciplineerd. En dan moeten ze schoenen leren poetsen. En dan moeten ze ook leren om op tijd op appel te zijn. En kunnen marcheren. Want dat scheelt CO2. Want anders moet je ze vervoeren. Dus als ze nou goed kunnen marcheren. Uh, dan moeten we trouwens. Er uh, schijnt dat iemand als Perry Winkel. Hè, die heeft daar gedachten over. En die zegt ja. Maar als je jongens laat marcheren. Dat kost meer CO2 dan dat je een uh, militair autootje eventjes laat uh, een soort Tesla uh, Tesla aandrijving ofzo. Eh, snap je dat wel? Al meer idioot geworden. Wat staat het marcheren op? En nou willen die meiden dat ook gaan doen. Ja, die, die geile beesten die willen wel meedoen. Allemaal hetzelfde doen. Allemaal een pakje aan. Dat is een hele gezeik met die wijven. Ja, die mannen willen helemaal niet in dezelfde kleding lopen. Ja, maar ze zien er allemaal hetzelfde uit. Ja, maar dat is wel zelf gekozen bij de zeeman of de vibra. En dan kijken wij dat, dat wat uh, comfortabel zit. En geen felle kleuren AUB. Want dat valt op. Ja, en dan ga je uiteindelijk allemaal op hetzelfde... Blijk je allemaal op elkaar, maar je hebt niet hetzelfde pak. Aan. En dat doen die vrouwen wel. Die willen er allemaal hetzelfde uitzien. En nu is het fenomeen door de armoede bevordering uitgestorven. Maar vroeger had je dan uh, de zomermode en de herfstmode en dan gingen al die vrouwen er hetzelfde uitzien. En wij mannen maar betalen. Ik heb er ook voor betaald, hoor. Je gaat niet zeggen dat ik zonder zonde ben of zonder fouten ben. Ik heb het niet willen doen. Dat is het enige. Nou, ik ben er ook voor gevallen. Ik heb ook zo'n uh, B in huis gehad. En dat ik dan, uh, niet de moeder van mijn kind hoor, maar die tien jaar uh, ellende daarvoor. Uh, ze, ze, ze hield dus niet van af. Ja, af ja, de, ik had een vaatwasmachine en dat vond ze dan wel oké. Okay. En koken, dat was niet haar ding. Schoonmaken ook niet. En stofzuigen ook niet. Toen ik meer cola drinken. Camel filter sigaretten roken. Ricky Leek kijken. En Dr. Phil. En Oprah Winfrey. En als ik dan keek naar uh, The Cure. Dat hadden, hadden is een live concert. <laughs> en en dat wilde ik per se zien. En dan ging zij erbij zitten en zei: Nou. Maar die Robert Smith is ook oud geworden, hè? Die is niet meer wat hij was. Meer. En die hield van mode. Ja, kleren kopen. En dat houden dus die, al die, die mannen, die, die, die willen dat ook. De, de sommige beta-mannetjes, die willen ook in een uniform. We allemaal hetzelfde eruit zien. We hebben nu de herfstkleuren. <laughs> dus zit ik nou te kijken op Facebook naar een ding van de Leeuwarden Courant. En dat heeft Tjeerd Kampstra gedeeld. Of zo, en daar heeft hij op gereageerd. Wat, wat zegt hij er eigenlijk op? Er zijn uh, 110 uh, likes en. Uh, geweldig. Oh, en Gert, die, uh, die zegt. Uh, het virus COVID-19 is minder gevaarlijk dan de griep. slash influenza. Ja, ja. Ja, het is een manier om te vertellen dat. Ja, daar heb ik het nou niet over. Maar zo kom ik er dus op. Dienstplicht voor meiden. Ik ben er te oud voor, maar als ik zo een oproep zou krijgen, zou ik ervoor gaan. Ja, die meiden willen dat. Die meiden willen ook mondkapjes. Want dan zien we er allemaal hetzelfde uit. Want dan hebben we hebben allemaal een eigen dessin op ons mondkapje. Maar het mondkapje moet wel boven de neusgaten en onder de kin zitten. Oh, ik, ik snap heel goed dat het niet mogelijk is om een wereld te denken zonder vrouwen. En nu bedenk ik dat ik geen grond heb om, om dat dan te vinden. Dus je hebt ze dus. Uh, ja, misschien heb je vrouwen wel helemaal niet nodig. Maar ze doen allemaal gekke dingen. En ze, ze gaan er ook voor zorgen dat dus mannen ook vrouwen willen zijn. En daarom heb je van die dienstplichtige mannen. Die willen ook allemaal hetzelfde uniformje aan. Hè? Dus ze voelen zich ook een beetje vrouwtje. Ja. Tjertje, mijn ik vind dat zulke nietjes. Dat vind ik het. Dienstplicht voor meiden. What de? Nee, je mag geen vieze woorden zeggen. Ja. Ja, dit gedrag is vies. Het is vies gedrag. Het is vies gedrag. Dat, dat dienstplicht voor mij de dubbele punt. Ik ben er te oud voor. Maar als ik zo een oproep zou krijgen, zou ik ervoor gaan. Ja, ze willen allemaal lekker een uh, gratis pakje van de overheid. En dan zien we er allemaal hetzelfde uit. En dan gaan we gekke dingen doen in Afghanistan. Kijk, ik heb in een legertent geslapen, die georganiseerd was door Sietse Planting. En naast mij lag een jongen, en die probeerde te slapen. En dat had moeten kunnen, want het was vier uur s'nachts. En we hadden eerst een beetje gegeten en dan een beetje drinken. Dus eten en drinken. En ja, dan heb je genoeg gegeten en dan heb je drinken. En die mocht daar niet blowen, maar bij die lege tent werd er wel... Dat uh, was Duitsland, hè? Uh, die hele mooie grote jongens. Ik had uit beleefdheid geen wiet meegenomen. En, uh, ja, en al die ex-soldaten... Ja, die hadden van alles. Oh, dat is gezellig, jongen. Echte kerels, hè? Geweldig. Nou, dan wordt het vier uur s'nachts en ben je helemaal... Nou, ja, ik kon niet slapen. Nee, zei hij, ik heb PTSD. Zo, oh, dat is vervelend. En de hele avond en nacht al die verhalen over wat die jongens hadden meegemaakt. En ik denk, als de meiden waren geweest die dat hadden meegemaakt. Nou, die waren niet naar Duitsland geweest om met Perry in die lege tent van Schietse planting te gaan slapen. En van tevoren een beetje indrinken en een beetje inblauwen. Die wijven houden dat niet vol. Die mannen trouwens ook niet. Want die jongen kon niet slapen. Hele mooie echt prachtige nacht. En een leger tent is niets meer dan een stuk zeil. En vier touwen. En vier bomen. Goed gekozen. Oh ja, en een, uh, een, een grondzeil. Ja. Hey, hey, hey. En dat zit. Dus lekker veel frisse lucht. Lekker, jongen. Ik lag heerlijk. Ik had van mijn spijkerbroek had ik een kussen gemaakt. Ik had alleen een slaapzak. Maar van mijn spijkerbroek een kussen maken. Het was niet koud of zo. Ik heb mijn kleren niet in mijn slaapzak gestopt. Want dat doe je als het heel koud is: hè? dan doe je je kleren in je slaapzak. Maar nou, zo koud was het niet. ik had een tasje bij me met wat spullen. en onder dat legere zeil dingen, lagen tien militairen, afgetrainde jojo's. en ik lag links, dus je kijkt naar het oosten. ik lag Noord, noordelijk, zeg maar. ik lag aan de noordkant en Zietse Planting die lag aan de zuidkant. en ja, over de doden niets dan goeds. En ik kan zeggen, we zijn een snurker minder. Jeetje, wat kan die gozer snurken? En hij was niet de enige hoor. Zo dat met Dat is ook zo'n soort kolonel of zo. Of, uh, een of andere hoge pief. Snurken jongen. Ja, het was platteland, Duitsland. En, uh, Kijk, Duitsland heeft ons ook wat geflikt. Dus uh, dat Sietse Planting daar ligt te snurken. En die andere... Uh, Sergeant Major, wat was die? Officier. Ook. En, en dan gaat er nog eentje een beetje meedoen. En ik was klaar wakker. Ik weet ook niet waarom. Maar die gozer naast mij, die was ook klaar wakker. En die zei, ik weet waarom, want ik kan helemaal niet slapen. Ik kom niet van die herinneringen af. Nou, ik kon ook niet slapen. Dus. Dan ben ik met hem gaan praten over Nederlands. En hem verteld van de en het. Het verschil. Het. Niet de verschil, nee. Het verschil tussen de en het. Dit is eerlijk, hè. Dit is waarlijk. Dan was ik net... Achtergekomen. Toen snapte ik het, hè? Ik zei ja. Het is de tent. En het huis. Want een tent kan je niet kapot maken. Ja, die, die lege tent van ons. Ja, je kan er wel het touwtje door knippen. En dan valt hij omlaag. Maar in no time staat die tent er weer. En jij bent dood. Uh, bij wijze van spreken dan, hè? Even militair gezegd dan. Je bent af. Hè. Je bent rode stip en dan mag je niet meer meevechten. Een tent staat zo weer. En daarom is het de tent. Een huis, dat staat niet zomaar weer. Als je een huis kapot maakt, heb je niet zomaar een nieuw huis. Nee. Daarom is het het. Huis. Dus de is voor dat wat is en eeuwig was en altijd weer terugkomt. En het is wat nu is en bescherming behoeft. Het is de man, de vrouw, er komt altijd terug, de man, de vrouw en het kind. Maar het kind, je kan wel zeggen, ja, er komt altijd weer een nieuwe, maar dat is heidens. Je kan niet zeggen de kind. De kind is dood, oh leuk, dan gaan we weer neuken. Nee, je hebt geneukt, er is een kind en dat is het kind. Dat is niet zomaar nieuw. Dat is een En toen ging die. <laughs> en toen zei die. Dat was echt geweldig. <laughs> toen zei die gozer tegen mij, die PTSD. Uh... Oh. Zo eenvoudig is het mij nooit uitgelegd. Ik zei tegen hem. Mij ook nooit. En toen ging hij ook snurken. Nee, dat is leuk. Ziet ze planting loopt te snurken. Die officier naast hem loopt te snurken. Nog eentje loopt een beetje te meesnurken. En nu gaat ook nog die PTSD er. Uh, in mijn rechteroor lopen snurken. Maar het was zo'n. Ja, zo'n zo legertent heb je zo'n zo zeil. En het open landschap. En die stomme Duitsers die daar verderop hadden. Zo'n stom feest. En, met zo'n PA-installatie. En een man. Maar dat was afgelopen. Had je van die Duitse vogels die doen zo'n Duitse tweet-tweet. Niet veel hoor. Niet, niet veel. Echt niet overdreven hoor. Ik heb geen minuut geslapen. Ik heb misschien een kwartier geslapen. Ik bleef maar wakker. Heel raar. Ja. En toen ging Sietse Planting opstaan. En toen ging de rest ook opstaan. En... en toen ben ik ook maar opgestaan. Toen heb ik twee koppen koffie gedronken. En die waren gratis. Het ontbijt, daar moest je voor betalen. Maar ja, wees eerlijk. Als je de hele avond hebt gezopen... En ook de nacht en ook nog bloe, nou dan is s morgens een uh, ah, dan hoef je niet echt uh, een broodje kaas. Hè. Met roomboter en thee en gewoon koffie en tabak. Kijk dat is het leger. Als jij uh, meldt voor de dienstplicht, uh, daar ga je dus voor. Je wordt ingezet in Zaka uh, en je doet smerige dingen. En die meisjes die, die gaan er tegenwoordig voor. Dat is mooi. Dan kunnen die jongens fijn thuis blijven. Dan kunnen die meisjes uh, helemaal PTSD terugkomen en helemaal gek zijn uh, en niet meer kunnen slapen. En, uh, dat is toch best jongen. Dan gaan wij met die jongens lekker biljarten. Wel andere dingen doen. Ik vind het best hoor. Dienstplicht voor mij dan. Ik, ik vind vrouwen in het algemeen... Dus, er zijn een aantal vrouwen in mijn leven... Ik zal de naam niet noemen uit pietiteit... Of uh, privacywetgeving of zo. Ik zal die namen niet noemen. Maar er zijn er meer dan twintig. Die ik ken. Hè. En die durven. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur... Maar de meeste meiden niet. Dus vrouwen niet. Maar mannen ook niet hoor. Maar vrouwen ook niet. Ik kan niet zeggen dat vrouwen, omdat ze zo zwak zijn en iedere maand ongesteld, dat ze daarom minder slecht zijn dan mannen. Dat is niet haalbaar. Logisch gesproken. In de taal bedoel ik dan. Hè? Als je dat zegt, want ja, omdat vrouwen ongesteld zijn, zijn ze minder slechte mannen en mogen ze gekkere dingen doen. En is het niet zo erg als ze dan een dienstplicht, uh, neiging hebben en ze willen allemaal in hetzelfde pakje gaan lopen. Nee, dat is geen excuus, snap je. Je bent een maloot. Right. Wat moet je er meer over zeggen? Wat is het goede aan oorlog? Behalve waar Mozes het over had. Over in de tijd van die Grieken, dat ze die persen even van redje met tet gaven. Ja, je leer je geschiedenis. Hè? Die persen hebben echt wat uitgevroten in Griekenland hoor. Ja, misschien die Grieken in Perzië daarvoor ook wel, maar daar ik eigenlijk niet, nou, daar weet ik dan niks van. Maar wat ze deden was niet leuk. En dan pak je terug. En daar heb je helemaal geen training voor nodig. We gaan oefenen voor een oorlog is net zo stom... als jezelf laten vaccineren voor de komende pestepidemie. Ja, maar Perry, dit vind ik grof. Ja, zo bedoel ik het ook. Je moet helemaal niet oefenen. Op het moment dat het daar is, dan geef je ram, bam, thank you, mam... En anders ben je dood. Wat dacht je daarvan? Het hele idee van het Nederlandse leger, dat vind ik een minachting voor de Nederlandse cultuur. Ik vind dat heel Nederland een leger moet zijn. Heel Nederland moet vervuld zijn van mensen die zodra er ook maar iets dreigt, dat er allemaal haren overeind gaan staan. Dat al het hongergevoel in één keer over is. Wij hongeren alleen nog naar strijd. Ik wil geen bonensoep. Ik wil koppen rollen. Of aan het rollen. Zo'n ja, manmoedigheid heet dat. Hebben wij dat niet meer? Moeten onze meisjes. Die tutholas. En die ene die hier op de foto staat, die heeft nog haar. Die, die heeft make-up op. Oh my god, my jota. Hé, hey, kom er komt hier een uit mij meisje. En lange haren. Dat is ook een heel stom idee hoor. Voor een strijder. Dat, uh, dat is niet handig. Huh? Die moet je wassen. Nee, dat, nee, ja, laten we serieus blijven. Dienstplicht vermijden. In het Amerikaanse leger is het heel normaal. En als je er binnenkomt, dan ga je naar de kapper. Ja. Want dan moeten we je haren wassen. Heb ja, je een beetje shampoo en warm water, want het gaat stinken. Nou, we hebben het niet nodig. Haren eraf. Nee, deze is aangeboden. Nee, je mag in de legeren en dan krijg je een mooi uniform. En dan mag je ook lange haren, hoor. En een beetje make-up, joh. En een beetje lachen in de camera. En dat komt allemaal goed, hoor. Ja. De opmerking die me nou dan te binnen schiet, is dat ik mij ervoor begin te schamen dat ik een Nederlander ben. Maar aan de andere kant is dat niet nodig, want ieder volk doet hieraan mee. Ieder volk is uh, hartstikke druk. van Ja, maar kijk, we kunnen allemaal wel uh, gaan zorgen uh, voor onszelf. Hè? Maar als we nou eens uh, een deel van ons uh, laten zorgen voor het grote geheel. En dat, dat, uh, dat het deel van ons, wat voor het grote geheel zorgt, dat het dan ook zo groot mogelijk wordt. En uh, ja, en dan heel veel toezicht, snap je? Want uh, ja, we voelen ons anders niet veilig. Er is zo'n mooie Joodse film. met die martelscene. Uh, die heet met die, 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 die. Dustin Hoffman. En die heet de, de Runner of zo. Gaat natuurlijk weer over nazi's. Van die stomme Duitsers. En die hebben die Joden gepakt. En dan gaat zo'n nazi. die gaat dan. Hoe nou? Een marathon runner. Dat is hem: Marathon runner. Met Dustin Hoffman. Die moet je eens even kijken. Nou, en dan wordt een, uh, Dustin Hoffman, denk ik, en die wordt gemarteld. En dan wordt er uh, geboord in een van zijn kiezen. En hij moet de vraag beantwoorden: is het veilig? Ja, wat is het antwoord, denk je? Het antwoord is een wedervraag. En die wedervraag luidt of een verduidelijking van de vraag. Sinds wanneer? Wanneer was het veilig? Uh, veiligheid vergeleken met wanneer? D dat... dus als iemand aan jou vraagt: Is het veilig? Dan Moet jij vragen: ja, vergeleken met wat? De vraag is het veilig, is niet te beantwoorden. Je kan zeggen, Dustin Hoffman is een saaie acteur. En voor een deel. Aan de andere kant, het is wel een onderhoudende film. En op het laatste, nou ja, die Duitsers, die, die Nazis, die delven het onderspit. En dat is dan leuk. Denk ik. Voor iedereen die antifa is. Ja. En ze begrijpen niet waar die martels nou over ging. Dienstplicht voor vermijden. Ik ben er te oud voor. Maar als ik zo een oproep zou krijgen, zou ik ervoor gaan. Nee, dan ben je leuk. Ik vind het feit dat je hier in Nederland niet met een wapen mag lopen, een onveilig gevoel geven. Ja, dat vind ik. Dus als je mij vraagt hoe kan je Nederland veiliger maken, dan zou ik zeggen: nou, uh, maak het makkelijk voor mensen om milities te vormen. Geen geld, absoluut niet. Nee? Maak het makkelijk. Uh, ga geen stro breed in de weg leggen aan militievorming. Dus iemand sticht een militie, nou, dat is dan zo. Ja. Dan heb je de militie van Husse, de militie van Westervoort, de militie van Duiven, de militie van Duiven West, de militie van Duiven Noord, dat maakt er helemaal geen donder uit. Ik wil graag dat al die jonge mannen... daar ben ik helemaal met de overheid eens... dat die jonge kerels wat te doen moeten hebben. Nou, dan laten ze de milities gaan vormen. En dan mogen ze de, die militaire gebieden... die nou allemaal afgeblokt zijn... Hè, die, die mogen ze gebruiken om... Uh, dan gaan ze kamperen. Dan nemen ze levende kippen mee. En een paar uh, hervulbare kanisters met wodka of zo. En wat wapens... En nou, wat tentdoek. En dan blijven ze drie dagen weg. En nou, waarom niet? Dus faciliteer het. D dat bedoel ik dan. Maak milities mogelijk. En geen regulering van milities, want dat is niet nodig. Geen vereniging der verenigde milities, alsjeblieft niet. Als er een gebied is waar geen militie is en daar rammen dan de Roemenen er binnen en die verkrachten alle vrouwen. Nou, dan weet dat gebied onmiddellijk waarom het wel nodig is dat je een militie moet hebben. En <coughs> voor de rest is er helemaal niks aan de hand. Ja, ah, die meiden willen zo graag PTSD krijgen. Nou, uh, ik zeg ze nu oh, al, dat, uh, dat wordt een drama. Het werd met mannen een drama. En waarom zou het met vrouwen dan geen drama worden? Ja, toch? Ja, en die anderen waar ik het over ga hebben. Is het, dat is echt te gek voor woorden. Dat is het nieuws. Ik zou echt willen dat, ik, dat het vrijdag was. En dat ik vanmorgen gewerkt heb. Wat ook zo is. En dat ik vodka uh, had gekocht in uh, Duitsland voor minder dan 5 euro. En dat is ook zo. Ik zou het echt willen dat dat zo was. <laughs> dat stond in de krant. <laughs> in de bioscoop. Hè? Dat mag dan er niet meer. Hè? Want als we allemaal gaan kijken naar één en dezelfde film. Dan krijgt iedereen corona. <laughs> Want dan zitten we te dicht met elkaar. En die bioscoop-eigenaren, ook die gekken, die zijn oké, okay, anderhalve meter of zo. En dan stelletjes mogen naast elkaar zitten, maar allemaal op afstand van elkaar. En nu... Nou, mogen die stelletjes, die mogen wel wat consumeren. De hoop, nee, dat mag ook niet. Want in de bioscoop mag je geen eigen meegebrachte etenswaren nuttigen. Nee. Dat is een deel van de inkomsten van de bioscoop. Ja, zo zit het. Je mag niet naar de bioscoop gaan met een krat bier. Nee, dat is een mooie boel. Als je naar de bioscoop wil en je wil bier drinken, ja, dan koop je maar in het winkeltje. Dat lijkt me ook. Uh... Ja, je kan ook niet aan de kroeg met een, uh, met een liter wodka en een beetje lopen inschenken. Wil jij nou wat? Wil jij nou wat? Nee, als je in de kroeg gaat zitten, dat mag ook niet meer, maar als je in de kroeg gaat zitten, dan, dan koop je dat bij de bar. Ja, de toegang bij de kroeg is gratis. Maar de, voor de drank wordt vet betaald. Als je goedkoop wil suipen, dan ga je naar de supermarkt. Ja, toch? Nou, anyway, in de bioscoop is het ook zo. En, en dan mag je alleen maar naar de film kijken. Uh, zonder niks. Je mocht al niet roken. Vroeger mocht dat wel, hè? Vroeger had je in die bioscoop had je een asbakje. Dan kon je lekker zitten paffen. Maar dat mag niet meer, want anders gaan we allemaal dood. namelijk. Het is niet om te huilen. Ik ben nog niet verdrietig. Ik ben een vliegtuig. En nou mag je geen cola meer drinken. En geen popcorn meer eten in de supermarkt. Ah, sorry, in de biscoop. Je mag het kopen in de supermarkt. Voor hoe lang nog, weet ik niet hoor. En dan mag je het thuis in eenzaamheid consumeren. Maar je mag dus niet in de bioscoop bij dat winkeltje popcorn kopen en cola en dat dan tijdens de film in je mond stoppen. Want anders gaan we allemaal dood. Ja, ik weet niet of ik nou gek ben of. Ja, het beste is denk ik dat ik gek ben. Want als ik niet gek ben, dan is iedereen gek. Dus jij kan beter denken dat ik gek ben. En dat jij het normaal vindt dat, dat, dat popcorn consumptiegedrag langzamerhand verminderd wordt. En de mensen dan naar de bioscoop gaan en die gaan op uh, anderhalve kilometer afstand van elkaar zitten. En, 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 en dan. En dan. Uh, geen eigen, meegebrachte... Uh, maar dat je dus alleen maar kijkt en niet eet. Zoiets. En niet drinkt. Dat, anders gaan we allemaal dood, namelijk. Dat is, ik snap het, hoor. Ik ga helemaal met je mee. Wel, op mijn werk heb ik dat geleerd, hoor. was vanmorgen... Het <laughs> is een vrouw. En die, uh, en die heeft een hele mooie naam. Mag ik niet verklappen. Maar het is maar een mooie naam. Dan denk ik denk, wauw. En zij heeft van die hele lieve ogen. En ze heeft zo'n krullend haar. Niet als mijn zus. Weer krullend golvend. Een hele mooie vrouw. Een jaar of 26 of zo. Iets jonger misschien. En ze kijkt altijd zo blij. En ze doet heel rustig. Ik ben altijd blij als zij er is. He. Er zijn er ook van die begeleiders. Ik zit in de gehandicapte toiletreiniging. Met name toiletreiniging. En, en de rest ook natuurlijk. En dan scheelt het he, hoe de begeleiding is. He. Is de begeleiding relaxed? En deze vrouw is relaxed. He. Dan hoef ik alleen maar binnen te komen shocken. Dan kan ik helemaal mezelf zijn. He. Dan zeg ik iedereen gedag. Hallo, die, hallo. Zij zegt helemaal een beetje lachen, zegt helemaal niks. Hè. Begeleiding. En dan komt ze op me af en dan vraagt ze mij: rook je? En toen dacht ik. Ja, ik ben er heel snel van gedachten. Want ik had met haar al een keer gerookt. Ik rook wist weer. Het is ook sociaal roken, zullen maar zeggen. Het is toch wel leuk. Ik zie al af en toe. Oh, zullen we rookpauze houden? Het punt is dat ik draai een heel strak schema. Dat gaat op de minuten. Dus voor mij is het poetsen en niet lullen. Ik heb een eer. Ik wil geen kritiek op mijn werk. Je mag kritiek hebben op mijn werk en dan zeg ik sorry. En ik wil niet de godganse tijd sorry lopen zeggen... En ik zei. Dus uh, ik rook af en toe. En ze zei. Nou, zullen we. Oh, zei ze. Dan krijg je van mij een sigaret. En dat ging mij te ver. Ik zeg. Nee, dat lust ik niet. Ik wil check. En die heb ik zelf bij me. Dus toen gingen we samen roken. En dan kwam er een bewoner bij staan. Dat is Adriaan. Dat is niet Basie, hè. Basie is die dombo. Adriaan is die. Nette man. Die nette man die kwam bij ons staan. Een ouwe hoerenjongen. En we stonden lekker met z'n drieën in de frisse lucht. En dan reageer ik op Adriaan. Adriaan is mijn vriend. Ja. Dus, en wat hij zei, jongen, daar, daar, moet je niet, daar, daar mag je over nadenken, als je wil. Want hij is een. Hij is. Nou, erudiet is. Uh, nou, hij is erudiet. Nou, dat moet je denk ik wel zeggen. Hij is erudiet. Je ging er tegenaan, jongen. En ik stond een beetje uh, tegen hem, een beetje kets, uh, kets, uh, kaasbal. Uh, hij zegt wat, ik zeg wat. Uh, dan zit hij weer wat, hey, ik zeg weer wat. Uh, 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 uh. En toen was mijn checkie was op. En haar sigaret was al op. En ik ging aan het werk. Uh, terug naar mijn kar. We kosten me een paar minuten. Nou, moet je even inhalen. Het, het, het is allemaal gelukt vandaag. En toen riep ze nog: Dank je wel. Moet je nagaan. Hou je een rookpauze. En dan word je bedankt. Kijk. Wij zijn zo gek geworden. Zo van het padje afgedwaald. Ja, behalve dan, die mooie vrouw, waarvoor ik nog een mooie naam moet gaan verzinnen. Zonder haar te verklappen. Ja, 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 ja. Coca-Cola en popcorn verboden in de bioscoop. Mijn dochter die vertelde mij, dus een paar maanden voor corona... Hè, dat ze naar zo'n uh, lullige uh, paté bioscoop was gegaan. En, en in het winkeltje had zij gevraagd uh, om een... Zo'n flesje wijn. Is dat 0,3 centiliter of zo? Hey, uh, no, uh, 300 centiliter zoiets, huh? of zoiets? 0,3 liter. Zo'n kleintje. Tweeënhalf uh, glas, denk ik. Met zo'n schroefdopje. En daar hoort een glas bij. En dat nam ze niet. En zij was blij verrast dat ze gewoon met zo'n flesje in de bioscoop mocht zitten zonder glas. Want waar heb je het voor nodig? Ja, had die schroefdop eraf en dan en, ja. en dan de hele film uitzetten, of wel tot aan de pauze. Maar je wil wat drinken, toch? Er is een Nederlandse dichter geweest en die heeft gezegd: daar de natuur met al haar pracht en praal. Het is best te verdragen, maar er moet wel wat te suipen bij zijn. Ik weet niet meer wie die dichter was. Ik snap wat hij bedoelde. En dat mag dan niet meer. En mensen die beweren dat zo'n maatregel helemaal past in de lijn dat je niet meer mag roken in de cafés en in de restaurants dat het allemaal en dat de cholesterol in de gaten moet worden gehouden en de SO2 en de CO2 en dat is allemaal voor ons heil. Ha 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 ha, zei de clown. Nee, er is hier sprake van een regelrechte oorlogvoering van onze tussen aanhalingstekens regering tegen ons. Zij voeren oorlog tegen ons. En wij stemmen op ze. Want dit is SM. Wij zijn de graaf Maasog. Wij willen graag... vernederd worden... en geslagen worden. En dat wij roepen auw... en dan komen wij klaar. En wij willen nog verder... Uh, wij willen onze teenhagels uitgetrokken hebben. Want daar kan coronaschimmel onder zitten. Oh, hoe moet je het nou grappig zeggen? Ik ben stom verbaasd. Van de gedrevenheid van degene. Die ons tot vijand heeft verklaard. Die, die zijn behoorlijk goed bezig. Daar heb ik alle respect voor. Zo moet je het doen. Als je het aanpakt, moet je het aanpakken. En geen half werk. Nou, dit zijn ze. Duh. Respect hè. Respect hoor. En ik ben niet degene die die lui voor de kloten gaat schoppen. Zoals staat in Romeinen 12, vers 19. In het Engels deze keer, want dat klinkt best mooi: Dearly beloved, do not avenge yourselves. Vengeance mine. En dat is het. Er is voor de rest echt geen klote of kut aan de hand. De zon gaat nog steeds elke dag op. En af en toe regent het. En dan regent het weer niet. En dan gaan die vrouwen weer zeuren. Oh, het regent zo weinig. Oh, het regent zo weinig. Oh, dit gaat me allemaal dood. We gaan helemaal niet dood omdat het te weinig regent. Ja, het waait zo hard de laatste tijd. En oh, Hans! Ik, ik ben niet gek. Ik ben niet boos. Ik ben geen 61. Ik ben geen schoonmaker in de gehandicaptenzorg. Ik ben een vliegtuig. En laat mij. En iedereen is gek in mijn oordeel. En... ...veroordeel mij daar niet mee. Maar iedereen is net te gek. Zonder cola naar een film kijken, ja, daar hele... ga ik er niet naartoe. Het feit dat je niet mag roken in de bioscoop, dat was voor mij al een... Oh. Oh, oh mag je niet eens roken. Oh. Ja, maar dan krijg je wel een mooie film hoor. Met uh, stereo, digital, uh, Dilby, uh, Dolby, C. Ja, uh, nou, maar je mag niet roken. Nee, dat mag dan niet. Want anders gaan we allemaal dood. Nou, dat was. Nou, oké, okay, dat kan. Hé. Hey. Ik, ben, ik, ik ben niet verslavingsgevoelig. Ik ben een, een middelenhobbyist. Maar niet verslaafd, ben je maar af. Dus als je niet mag roken, nou oké, okay, mag je niet roken. Nou. En, 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 nou, en nou, je mag nog wel alcohol in de. mag je dan de, de, de tanken. Nou, dat is dan leuk. En je mag popcorn erbij. En, 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 en cola natuurlijk. Dat is dan, dan nog wel prima. Maar als dat ook niet meer mag. Dan mag je een zaaltje binnen. En dan word je gefouilleerd of je helemaal geen middelen of niks bij je hebt. En uh, dat je vooral niks gaat gebruiken. En dan mag je kijken naar uh, anderhalf uur Lender. Disney World. Nou, echt niet meer. Echt niet. Misschien dat je dan moet gaan. Misschien denk je dan. Moet gaan denken dat je pillen gaat slikken. Dat je met je vriendin naar de bios gaat en dan... ...dat je speed mij neemt Ja, ik weet het ook niet. Dat is misschien een goed idee, dat je... je ...in Arnhem wat hele goede speed gemaakt, hè? Ja, ha, 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 ik weet dat. Ik weet dat die speed in Arnhem zo goed is... Dat ze het moeten ver verdunnen. Versnijden, heet dat. Ze moeten het versnijden. Want die speed is zo goed. Anders gebruiken mensen daar te veel van. Hè? En ze versnijden het met babypoedermelk: baby-streepje poedermelk. Uit Duitsland. Ik zal dat merk niet verklappen. Ik ken dat net wel. Wat? wat, spul? Ja, dat doen we mee. Dat, uh, dat is heel erg eco. Dat, uh, joh, dat als je dat snuift door je neus, dat is uh, baby, poedermelk. Dus, dus niet van babypoeder en dan melk, maar nee, het is dus baby. Streepje, dan poedermelk. Snap je? Baby, alles, haakje open, openen, poedermelk, haakje sluiten. En dan voor baby's bedoeld. En dat je daar dan ja, een soort medicinale verpakking maakt. Met uh, ja, een tekst erop in het Duits, en in het Tsjechisch, en in het Russisch, en Chinees, en, en in het Engels: uh, uh, only meant for medical use. Dat is het enige wat er in het Engels op staat. En voor de rest staat er in het Tsjechisch: uh, vlinders uh, fladderen, met name in de zomer. En dat soort dingen. Zo'n dosie. Totaal medisch verantwoord. Nou, pilletjes erin. Ja, dat mag je denk ik wel gebruiken in de bioscoop. Ja. Goeie Arnhemse speed. En by the way, nu we het toch hebben over dit soort verbodse toestanden. Speed moet je niet snuiven, <laughs> dit is dom nergens voor nodig. Dus warm ze uitsnuiven. Er moet in je bloed komen. En je mond werkt uitstekend hoor. Ook met alcohol is het zo. Hè? Als je iemand dronken wil krijgen, dan moet je hem een glas whisky geven. Of wat maar niet uit je En alleen maar in zijn mond. En niet doorslikken. die wordt dronken. Dat is bewezen. En speed kan je gewoon in je mond doen. Dat is best lekker. Dan, als je speed proeft... dan snap je ook wel wat speed heet. Je moet het proeven. Speed heeft dezelfde smaaksoort... de soort van smaak... als paracetamol. En paracetamol smaakt anders speed smaakt ook zo. Maar dan, uh, wow. Nee, maar. Dit meent. En dan lekker in die bier. Dat, dat, laten we dat maar gaan doen dan. Dus dan moeten we even een peer-to-peer uh, -peer, uh, fundraising gaan doen. En dan zorg ik daar wel voor. Ik zorg voor die teksten in het Tsjechisch en Hongaars, denk ik wel ook belangrijk. En dan de goede symbolen erbij van de landen, met vlaggetjes, dat is een dossier. En een bijsluiter in het Chinees. Gaan we daarmee naar de bioscoop? Want we hebben allemaal corona-neiging. Dat wordt de volgende: De mensen met neiging tot corona. Die gaan ze ook detecteren. U heeft corona neiging U moet geïsoleerd worden. Ja, dit is de totale aanval op ons. Hè? En onze meisjes die gaan dan hetzelfde uh, ja, uh, pakje lopen. Mag je met make-up. En dan ga je vechten in Afghanistan. Ja, En wij worden aangevallen. En waar zijn die meisjes in deze oorlog Ik laat even een pauze vallen. Jij weet het antwoord. Die meisjes... ...heulen... ...met de vijand. Nee, niet met onze vijand. Het is onze vijand niet. De regering heeft ons... ...tot vijand verklaard. Zo zie ik dat. Ik heb mijn, ja, mijn vijand... ...tussen aanhalingstekens, ...alleen maar lief. Ik vind het wel echt verschrikkelijk dat abgrapperhals in de ronde loopt met twee testicles, terwijl hij toch duidelijk heeft aangetoond dat hij dat niet verdient en niet hoort te hebben. Hij is een, een balloos persoon en hij sjouwt iedere dag maar in de ronde met ja hoe groot zullen de ballen van Ab Grapperhaus zijn? Hè? Dan kan je zeggen, ja, maar Perry, die ballen van Ab houden. dat gaat toch bij elkaar richting de 75 gram? Dan denk ik, ja, maar die man is ook een beetje obese. Je moet geen risico's nemen en begrip hebben voor het feit dat ik het hier heb over een balloos mens gevangen in een lichaam met ballen. Dat is toch erg? En ik vind niet dat je de ballen van Ab eraf moet halen. Dat vind ik ook niet bij mannen die dat zeggen van... Haal mijn ballen eraf, want dan word ik beter. Dat, dat geloof ik ook niet in. Want je hebt ballen en daar ben je niet blij mee. Want je bent een balloos iemand gevangen in een lichaam met ballen. En dat is erg. Dan heb ik medelijden met je en dan heb ik je lief. Dan heb ik compassie. Zo heb ik compassie met Ab als ik hem er ooit ga tegenkomen, dan zeg ik, Ab, wat kut voor je dat ik je kloten heb. Ik bedoel dit niet grappig, ik bedoel dit serieus. Uit medelijden met Ab. Waar zijn ze mee bezig? Wat denken ze nou echt? Dat ze ons, Hebreeus is Elohim. Dus, oh, dat, dat heb ik dan zelf verzonnen. Hè? Maar Elohim is ons. Wat, wat zijn we? Wij, moet je ook zeggen. Het is een meervoud dat een enkelvoud is. Ja, ons is een meervoud. En het is een enkelvoud. Of niet? Water is een meervoud. En een enkelvoud. Of niet? Nou, de house, die tegen ons, dat is belachelijk. Dat is... Ja. Je kan wel zeggen, ja, maar David was ook een kleintje en, uh, en die heeft die Goliath neergemapt. Ja, maar Goliath was een uh, een of andere slowmover. En ons heeft David voortgebracht. Ons. Halloween. Dus aan mijn bed geen Polonaise. AUB. Ik maak me nergens zorgen over. En dan kan jij zeggen: Ja, maar Piri, dat is je aard. Nou, volgens mij is het jouw aard ook. Want anders kan het mijn aard niet zijn. Ik ben, geen, ik ben niet van Mars of zo. Ik kom uit Bovenkerk. Serieus, ik ben daar geboren. Onder die, uh, onder die kerk van die architect. Die ook het Centraal Station van Amsterdam heeft ontworpen. En zijn naam weet ik ook nog. En ik heb ooit samengespeeld met uh, een teller van zijn familie. Weet je nou. Ja, ja. Hé, hey, verdorie. Dat kan ik niet op die naam komen. Wat is het nou? Ah, je kan het zo opzoeken. Maar daar ben ik geboren. Het Bovenkerk. Het stelt verder niks voor. En het is allemaal gesloopt. En in Bovenkerk hebben ze nu kinderdagverblijven. Van allemaal één en dezelfde organisatie. En in het Bovenkerk waar ik ben uh, geboren. Daar hadden ze een buurthuis. Daar konden de kinderen ook naartoe. Maar nu kan dat niet meer. Nu moeten die kinderen naar het kinderdagverblijf. Je kan zeggen: Het leven heeft mij gehard. En daar ben ik heel tevreden over. Het is precies wat ik wilde. Om gevoelig te blijven in een verhardende wereld. En kijken waar je de ballen kan vangen. Van abgrappenhuis. <laughs> Dat is een rare grap. Hè? Ballen vangen, daar gaat het om. De opvang. En wat moeten we ermee? Ja, geen oorlog voeren, AUB. En de militievorming wordt onderdrukt. En om die reden, omdat militievorming onderdrukt wordt, lijkt het mij dat het een taak is van de vrouwen. Want die hebben momenteel de touwtjes in handen. De vrouwen de militievorming gaan. Stimuleren. Als ik een vrouw was, dan zou ik. Uh, ik, ik ben gelukkig geen vrouw. Maar, maar dan zou dat een taak zijn voor mij. Ja, dat wordt de volgende nog. Want al die feministen, zo'n uh, dienstplicht voor meiden, dat, dat is absoluut niet feministisch dat is, uh, is feministisch in de zeur van uh, in de zin van het is gezeur huh? maar vrouwen die werken ja daar wordt nog wat die vrouwen aan het werk en die mannen knokken en hardship hardship voor de man. House... voor de woman. Hou dat in gedachten. Het leven is bedoeld om zo goed mogelijk te zijn. En ga er eens van uit. Dat het ook daadwerkelijk zo is. Dat jou het ook niet uitmaakt: dat ze in bioscopen, daar uh, mag je geen alcohol meer drinken, geen cola, geen popcorn. Uh. Wat maak je het uit? Had je dat nodig? Was je voor de mensenrechten? Hier in Arnhem, bij het station, hebben ze. <laughs> Het Arnhemstation, station. Dat was een heel leuk station, echt waar. Het helemaal suffe gebouwen. We hebben ze helemaal verhernieuwd. Met een hele grote bioscoop erbij. En dan mag je nu geen popcorn meer happen. Je mag denken aan popcorn. Dus dan kan je eerst naar de film met je meisje. En dan ga je naar huis. En dan ga je popcorn eten en Coca-Cola drinken. En dan ga je op je, op je smartphone scènes nakijken of zo. Of de making of kijken. Met popcorn en cola. En je hebt wel de echte film meegemaakt in die zaal van Pathé. Bij het station hier in Arnhem. Ja. Misschien wordt het dan zo dat het dat bioscoopgebouw bij het Arnhemse station... dat we dat openstellen als dakloze opvang. Heb je geen dak boven je hoofd? Nou, hier, de hele bioscoop is leeg, dus kan uh, ik maar slapen. Het maakt ons niet uit. Ons maakt het niet uit. Want die rotzooi die ze vertonen aan het, aan het volk... wat hun vijand is, hè? Dus... Hun vijand. Geven ze rotzooi te zien. En nu mogen wij die rotzooi gaan kijken. zonder cola en popcorn. Ja, halleluja. Prijs de Heer. Hallelu is prijs. Ja. J. Jota. En een hè, denk ik. Ja. Prijs de Heer. Alles is aan het goedkomen sinds dat het fout ging. En wanneer ging het fout? Ja, het ging fout toen die wijven niet luisterden naar hun kerel. Toen ging het fout. En dan kan jij nu zeggen: van, ja, maar die kerels hebben echt niks te vertellen. Ja, dat is omdat het fout gegaan is. Maar voordat het fout ging, wist mens Adam, is Hebreeuws, Adam, is mens Adam, die wist alles een naam te geven. Een giraf was een giraf, een olifant was een olifant, een koe was een koe. Adam bracht woord naar deze wereld. En toen wilde Adam hulp, en dat was het begin van het einde. En als je die snapt, dan ben je net als ik, weet je dan. Een goudvis in een riool. Maar wel lekker veel te vreten. En pas op dat je niet te veel opvalt. Want ze pakken je. Nee, er is niks om je zorgen over te maken. Echt niet. Echt niet. Nee, echt niet. Alles gaat goed. Het ging altijd goed. En het zal straks goed gaan. En het zal wel weer zo zijn dat de verklaring straks zou zijn zal zijn dat het momenteel ook goed ging. Er is te veel geld op deze wereld. En dat is alles. En geld bestaat niet. Nee? Ja, nou, dat is een mooie afsluiting. Over deze nieuwsuitzending... met de dienstplicht voor mij dan. Um, uh, geen Coca-Cola en popcorn in de bioscopen. Want anders gaan we allemaal dood. Ja, dank je wel. <laughs> en jullie ook. Het is vrijdagmiddag. Dus, uh... Kwart over vijf. Doe kalm. Maak er maar een lekker weekend van. Een van mijn uh, kijkeraars, die uh, L noem ik die. Die heeft gezegd dat ze mijn advies op gaat volgen en koeienbotten gaat kopen. Ik zou het ook doen als ik jou was. Koeienbotten, koeienstaart, uh, varkenshoef, het maakt me niet uit. Afvalvlees. Koeienuiers, waarom niet? Hey, is dat een vrouwtjeskoe? Hey, de grote tieten onder de buik, kijk joh. je okay, lekker eten man. Pens is ook erg lekker. Dat is maag van de koe, hè? Kippenmaag, heerlijke. Kippenlever, <laughs> varkenslever, kom op. Sinds de vloed heeft de Heere heren... geboden dat wij vlees mogen eten van dieren, daarvoor niet. Maar sinds de Een soort eentweetje hoor. Dat je het snapt dan. En dat je rustig wordt. En dat je die rust doorgeeft. Aan je naaste. Alsjeblieft. Ik spreek namens ons. Wij gaan Babylon niet vernietigen. Dat kan niet. Babylon has fallen. Has fallen. Het is een herhaling van de vernietiging van Babylon. Daar hebben wij niks mee te maken. Dank u wel en als u <laughs> Doei.